En nu kan het natuurlijk zo zijn dat je denkt, wat doet zij ter ere van de verjaardag van Bobby en Charlie? Het ligt natuurlijk niet altijd aan de kinderen. Heel, heel, heel soms ligt het ook aan ons. Hoe leuk is dit voor bij de wc? En natuurlijk met een gouden crème. Oh, wat een keuze is dit. Nou, de reacties echt gaan helemaal stuk. Hier schrijft iemand bijvoorbeeld, ik vind dat soms best wel lastig. Ja, hoe ik dat dan op technisch het slimste kan aanpakken. Want wij waren trouwens geschrokken gisteren, echt niet normaal. Uiteindelijk op de huisarts de post gebeld voor de zekerheid. Ja, en dit is dan het begin van de weekvlog. En nu kan het natuurlijk zo zijn dat je denkt, wat doet zij in het begin van de weekvlog helemaal in badjas tenue met pyjama en alles aan. Maar ja, deze vlog komt online op een hele speciale datum, namelijk op 29 april. En dan zijn onze meiden jarig. Dus ik dacht, voordat je deze vlog gaat bekijken, moet ik even tegen je vertellen dat wij ter ere van de verjaardag van Bobby en Charlie een hele, hele gave korting online hebben staan binnen New Fit Mama. Zo krijg je bijvoorbeeld ons New Fit Mama slanke receptenboek voor moeders, helemaal gratis. We hebben sowieso de korting en we hebben ook nog een verdubbelaar. Nou, check het maar even op onze website. Ik zal even een linkje hier onderaan in de beschrijving zetten. En hij is geldig vanaf vandaag, dus donderdag 29 april, de verjaardag van de meiden, tot en met zondag. Dus hij staat hieronder. En dan zou ik zeggen, nu ga lekker kijken naar de weekvlog. Ik hoop dat je het leuk vindt. En ja, laat even een reactie achter. En doe even een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Dat zou ik toch vinden. Het is vandaag woensdag bij ons en ik ben eventjes hier mijn kamer in gesneakt om de drukte te ontvluchten om jullie eventjes alvast ja, welkom te heten en even de weekvlog te openen. Want ik dacht, ik ga jullie lekker meenemen. Woensdag, drukke dag, kindjes wegbrengen, werken. Vanmiddag een afspraak voor de badkamer, superleuk. Kan ik jullie alvast een en ander laten zien. Dus ik dacht, gaan we vast even openen. Maar het is echt zo'n chaos bij ons altijd, 's ochtends. En ik zat net te denken, hoe kan dat? Want hè, we bereiden alles goed voor. Kleren liggen klaar, boterhammen gesmeerd. Maar nou, op een of andere manier is het gewoon, ik wil dit en die wil dat. En die is aan de ene kant van de kamer de tijdschriften uit de kast aan het halen. En de ander is op de andere kant van de kamer gevallen met een slaapzak. En die ander die wil weer nu gaan eten. En oh jongens, en zelf willen we dan ook van alles natuurlijk. Want ja, hè. Het ligt natuurlijk niet altijd aan de kinderen. Heel, heel, heel soms ligt het ook aan ons. Dus ik dacht, ik ga even hier in mijn slaapkamer staan. Maar goed, we hebben het weer gered. Vraag niet hoe. Maar we zijn weer op kantoor en we gaan ervoor. We gaan gewoon volgende week lekker op vakantie. Echt zo chill. Wij zouden in de kerstvakantie gaan, maar dat ging toen niet door omdat er toen een lockdown was. En toen hadden we het verplaatst naar de meivakantie. En toen dachten we dus tot vorige week van oké, we zitten nog steeds in diezelfde lockdown. Dus we gaan lekker, maar ja, nog steeds lockdown. En nu, sinds gisteravond, werd er dus aangekondigd dat de terrassen weer open gaan van 12 tot 6 volgens mij. Dat de winkels weer open gaan en ik ben helemaal blij. Gewoon lekker koffie drinken op het strand, een broodje eten en kijk er zo naar uit. Het is wel echt, ja, nu dat we dan echt een extra drukke week hebben en volgende week ook. Maar het is het wel waard, want we gaan gewoon helemaal een week met mijn ouders erbij, anderhalf week zelfs, lekker even ertussenuit. Lekker hè? Helemaal, ik heb er helemaal zin in, nu al. Maar goed, ik moet eerst eigenlijk nog echt vet veel doen en ook veel voor het huis. Vanmiddag gaan we dus voor de keuken, de badkamer weer weg. En voor de wc, want we moeten nog wat tegels en zo kiezen. Super lastig. Maar ja. Nou, tijd om verder te gaan met de badkamer. Want we hebben dus de hele badkamer uitgekozen. Alleen nu gaan we dus terug voor de finishing touch. In de zin van, we hebben nog, ja, de finishing touch. Lekker woord. Want we hebben nog geen keuze gemaakt over de tegeltjes in de wc in de badkamer. En überhaupt over de hele wc beneden, zeg maar, moeten we nog alle keuzes gaan maken. Kijk, ze hebben hier gewoon een voorbeeld van wat ik gaaf vind. Hoe leuk is dit voor bij de wc aan de achterwand? Het is toch helemaal glimmend, kijk nou. En dit wordt dan de tegel van de vloer in de wc. En dit is ook nog een keuze, dus visgraat in plaats van dit. Wat zouden jullie doen? Dit
of deze soort van visgraat gelegd. In combinatie met dit. En natuurlijk met gouden kranen. En witte wc. Oh, wat een keuze. Is niet normaal. We zijn nu bezig met de badkamer. Om het badmeubeltje uit te zoeken. En ik dacht, ik ga toch even snel aan jullie laten zien wat het nu waarschijnlijk gaat worden. Kijk, dit wordt zeg maar de wastafel. En die doen we dan keer twee. En dan wordt dit de kraan. Dit wordt zeg maar het hout wat hier als kastje komt. En dit komt dan bovenop. En dan wordt dit de tegel. Ja, heel lastig om dat helemaal voor te stellen. Tenminste vind ik dan. Ik denk dat dit wel een, als je zo kijkt toch, deze kleuren nu ik het ook zo zie. Het is wel echt een hele mooie combinatie van kleuren. Toch? Op deze dit is echt zo mooie kleuren. Voor op de wc in de badkamer. Dan laat je dat visgraat leggen. Ja, ik zou het wel doen. Wauw, dit is echt zo mooi. Dit is roze. Oh, en dan in je badkamer samen met goud. En de kleuren die ik dus net liet zien. Ja, daar word je toch helemaal blij van. Oh, ik kan niet wachten tot ik daar lekker ga douchen. En dadelijk kan ik kopen daaraan. Ik denk, was die vrouw toch allemaal aan het doen. Goud. Ja, maar dan is dat groene dan weer. Ja, maar ik geef het roze. Kijk, het is roze bij goud. Ja, ook. En wit. En je hebt die witte tegeltjes al, hè? Want die heb je dan op de achtergrond. Oh, ja. Dus als je dat daarbij houdt. Ja, het is allebei mooi. Ja. Dit geeft wel iets meer contrast, zeg maar. Doe die eens erbij. Nou, het is gelukt hoor. We hebben de hele badkamer en de wc beneden helemaal uitgezocht. En we zijn dus uiteindelijk voor die roze steen gegaan die je volgens mij op het laatste zag. En die gaat dan bij de wc komen boven. En voor beneden hebben we ook zo'n leuk tegeltje voor op de grond. En dan naar boven ook een beetje blauwachtig. Volgens mij liet ik dat ook zien. Ja, dat heb ik ook laten zien. Dus helemaal leuk. Alles is uitgezocht. Dus ja, we zijn helemaal stap aan het maken. Nu heb ik Ed net thuis afgezet, want ons huis, zeg maar waar we nu wonen, die wordt getaxeerd. En die is trouwens verkocht. Ja, superleuk. Hij is verkocht. En dat zal je vast niet als raar klinken of zo, want volgens mij worden echt alle huizen direct verkocht in deze tijd. En vooral het type huis waar wij in wonen nu. Dus dat is super fijn, die... Ja, die is gewoon al verkocht en wordt ook opgeleverd net een paar maanden nadat wij de sleutel van dit nieuwe huis krijgen. Dus wat dat betreft loopt het vooralsnog, even afkloppen, allemaal best wel goed op schema. En nu ga ik lekker bij mijn ouders eten. Zonder Ed dus, want die is thuis voor de taxatie. Maar wel met de kindjes. Dus we zullen wel aardappels eten, want die kiezen, of tenminste Ramos, die kiest altijd aardappels bij opa en oma. I told you. Wat hebben we, moeders? Aardappeltjes. Met bloemkool. Bieslook, ui. Gehakt. Lekker hoor. We zijn weer met z'n allen thuis. En we hebben lekker gegeten bij mijn ouders. Ed is nu met Ramos even aan het douchen. En ik ben de meiden aan het verschonen. Klein schatje. Oh meid. Het gaat allemaal zo snel. Ze worden zo snel groot nu ineens. 2 jaar geleden werden ze gewoon zo piepklein geboren. En ja, ik weet het niet. Oh jongens, ik ben er helemaal een soort van emotioneel onder of zo. Dat het allemaal zo snel gaat. En ik kreeg een tijdje geleden een hele leuke aanvraag. Of dat ik weer wilde samenwerken met Pampers. En dat heb ik ook gedaan na de geboorte van de meiden. Daar was ik helemaal enthousiast over. Want ik vind het een fijn merk. Vond ik bij Ramos altijd al. En onze meiden die zijn natuurlijk, omdat ze zo prematuur geboren zijn. Kregen ze van die hele kleine pampertjes aan in het ziekenhuis. En dat doet me een soort van altijd dan... Ja, ik weet niet. Dat blijft altijd die herinnering. Maar goed, in ieder geval, inmiddels zitten ze dus op maat 4. 9 tot 14 kilo. Echt, ze begonnen letterlijk zo met zo'n inimini. Volgens mij is dat maat 0 luier. Maar goed, en nu gebruik ik dus deze, maat 4. Premium Protection. Ze hebben een vernieuwde... Even kijken, ik ga hem even pakken. Oh, ik had er hier een grond. Maar goed, in ieder geval, ze hebben ook een... Ik vind het dingetje altijd zo leuk. Een vernieuwde rekbare zijkant, waardoor die dus beter aansluit op het buikje. Nou ja, lijkt me niet heel onhandig, want het zit ook lekkerder, lijkt mij. En hij neemt tot minimaal 12 uur vocht op. Maar dat weten we volgens mij allemaal inmiddels. En dat is ook belangrijk, want als je kindjes dus doorslapen... Ik weet eigenlijk niet hoe dat bij jullie natuurlijk zit. Laat me even weten. Bij mij slapen de meiden gelukkig door. En als ze niet doorslapen, dan hoef ik in ieder geval geen luier te verschonen. Dus is het wel echt heel belangrijk dat ik dit gewoon de hele nacht, zeg maar, om kan laten bijzen. Ja, dan ben je toch schattig.
schattig. Maar, en toen zat ik dus net ook te bedenken dat toen de meiden thuis kwamen uit het ziekenhuis, toen verschoonden wij echt, nou ja, ik weet niet hoeveel luiers per dag. Echt ongelooflijk. Ja, wat zijn het er dan? 8 of zo? Per kind? Ik weet het niet. Als we dan een keer extra poepen en weet ik veel. Nou, we waren altijd echt alleen maar luiers aan het verschonen. Nu is dat veel minder. 4 of zo per meisje. Dus dat scheelt al een hele hoop. En als je eenmaal al langer moeder bent en meerdere kindjes hebt of sowieso, je wordt er überhaupt veel handiger in. Maar goed, dus dat zijn een beetje mijn momentjes en dingetjes. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jullie allemaal gaat. Hoeveel luiertjes verschoon je nog per dag? Zit je daar net in of heb je al grotere kinderen? Nou, laat me even weten in een reactie. Ondertussen bezig met de pyjama van de meiden. Dan gaan ze lekker slapen. Dan ga je lekker slapen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Oké. Okay. Kleine Cruellaatje. Met je lekkere wilde haartjes. Met je lekkere wilde koepie. Lekker naar bed. Allebei de pyjama aan. Ik heb de kindjes dus net op bed liggen en ik lach me echt helemaal kapot. Want ik had dus vandaag een story online gezet op Instagram. Over het feit dat wij nu echt helemaal in de fase zitten met ik ga naar de basisschool. Dus ik denk dat ik alles kan zeggen, alles kan bepalen en alles kan vertellen. En dat dan ook op een hele brutale manier. Had ik gedeeld op Instagram en ik zie nu echt. En de vraag gesteld van hebben jullie dit ook? Nou, de reacties echt gaan helemaal stuk. Hier schrijft iemand bijvoorbeeld dat de jongste de oudste kopieert, 2 jongens. En dat hij dan zegt, hey gast, godverdomme, dit is fucking niet normaal. 4 jaar. En hier schrijft iemand, Laura schrijft, vloeken, ik corrigeer het, leg haar uit dat het niet netjes is om te zeggen. Ja, want ik had dus gezegd van ja, wat doe je dan, weet je wel? Ga je dan continu corrigeren? Of ga je het af en toe dan negeren om het juist niet te veel aandacht te geven? Of moet je gewoon op je strepen gaan staan? Weet je, ik vind het soms best wel lastig ja, hoe ik dat dan opvoedtechnisch het slimste kan aanpakken. Want ja, je wil ook niet de hele tijd degene zijn die alles ziet en alles zegt. Maar ja, als er gescholden wordt of een grote mond, weet je, dat kun je ook niet toelaten. Dus ik vind het soms wel moeilijk, maar echt die reacties, ik ga helemaal stuk. Lekker boeien, zegt mijn kind van 5. Ja, echt. Er staan zulke grappige dingen in. Wat je zegt ben je zelf. Bemoei je met je eigen zaken, mam. Echt fantastisch. Ik las er daar straks een. Dat had het kindje die zei zoiets van fuck it of zo, weet je wel. Ja, het kan niet. Maar het is eigenlijk te grappig als een kind van 4 gewoon loopt en zegt van ja, fuck it. Ja, dan ga je toch gewoon stuk ook, omdat ik het mijn eigen kind ook gewoon letterlijk zo zou horen zeggen. Maar goed. Ja, dat dus. Nou, in ieder geval, ik zie jullie morgen weer, want ik ga even de vlog waar je vorige week naar hebt gekeken even reviewen, zodat die morgen online kan. Goed, ja, oké. Tot morgen. Het is donderdag en ik zit lekker even aan, was het maar een glaasje wijn, maar nee. Een glaasje water met citroen. Ik ben de hele dag al aan het werk geweest en nog steeds. Maar nu eventjes thuis. 2:30 is het, want ik moest een campagne opnemen. En nu ik er toch ben, ga ik even lekker met Ed in de zon een koffietje drinken. Doet ze gewoon even. Ja. De meiden zijn aan het glijden. Ik moet je even zien. Het is heel schattig. Joe. 1, 2. Hoppatee. Goed zo. Jullie hebben net van die antennes op je hoofd. 1, 2. Op je billen, hè? Ja. Oké. Okay. Hoepatee! Ja! Ho! Wij waren trouwens geschrokken gisteren. Echt niet normaal. Ik ging gisteravond naar bed. En op een of andere manier, alsof dat het zeg maar een soort van, je hebt toch van die dingen, die doe je dan. En dan denk je achteraf, waarom deed ik dat? Alsof dat ik daar een soort van naartoe geseind werd of zo. Heel stom. Maar ik ging dus naar de kamer van Ramos toe. En toen dacht ik ineens, zouden de vissen wel eten hebben gekregen? Dus ik de vissenvoer gepakt. En toen zag ik dus dat het potje vitaminesnoepjes die daar ook staat, vooraan bij het vissenpot
pot eten stond. Terwijl normaal gesproken zit het helemaal achteraan, zodat hij er niet bij kan. Heel raar. Dus uiteindelijk een soort van iemand daarboven heeft me naar die kast toe gezonden. En toen zag ik dus dat het dekseltje er los op lag. En dat hij dus vitaminesnoepjes had gegeten. Dus wij de huisarts op post... Nee, eerst hadden we hem wakker gemaakt. En geprobeerd te vragen hoeveel dat hij erop had. Maar ja, weet je, dan zit hij echt... In één minuut vertelt hij drie keer iets anders. Dat doen kinderen van vier, dus daar klopt er helemaal niks van. Uiteindelijk nog de huisarts op post gebeld voor de zekerheid. Maar ja, het kon in die zin geen kwaad dat het zeg maar... We weten in ieder geval dat het potje was bijna leeg. Dus het konden er niet heel veel zijn geweest. En als het er 10 waren, dan was dat niet heel erg. Dus goed, wat een avontuur. In ieder geval ga ik ze nu nog hoger wegzetten. Zodat hij er echt nooit bij kan. Ik had gewoon een kruk gepakt. Ja, dat doen kinderen. Dus blijkbaar. Maar ik schrok me echt kapot. Jeetje, Mina. Oh, helemaal kapot. Maar wel lekker. Ik heb lekker even kijken wat hebben we gedaan. 10 minuutjes buik, 10 minuutjes upper body, armen, rug en 17 minuut 50 cardio HIIT training. En nu lekker een shakeje erin en dan ga ik naar huis. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Het is 5 uur, het is mooi geweest. Super stom, ik heb mijn... camera gisteren op het werk laten liggen. Dus ik ben nu even aan het filmen met de vlog of met mijn gewone telefoon. Vandaag 23 april. Voor mij echt een best wel emotionele dag, zeg maar. Dus mocht je nu denken, wat zit dat mens daar nou te janken? Nou ja, voor mij is, of voor ons eigenlijk, is 23 april een hele bijzondere dag. Omdat dat het de dag is waarop onze meiden... 2 jaar geleden besloten om, dat het genoeg was, zeg maar, in mijn buik met de 29 weken zwangerschap. Dus dit is een dag met zoveel herinneringen, waarin ik ineens met spoed werd opgenomen en naar een ziekenhuis werd gebracht. Een medisch ziekenhuis voor extreme vroeggeboorte. En ja, toen is daar, zeg maar, alles begonnen en zijn ze uiteindelijk een week later zijn ze geboren. En ik zat net wat filmpjes terug te kijken, gewoon omdat ik dat echt nooit doe. En vandaag dan zo'n dag is waarop dat gewoon bijna een soort van even moet of zo. Om ook een beetje tot je door te laten dringen. En dan merk ik toch altijd wel, ondanks dat ik daar eigenlijk in het normale leven helemaal geen last meer van heb. Ook niet met de meiden. Ik hoor wel eens dat bijvoorbeeld moeders toch wel wat meer angsten hebben of zo. Als ze hebben gezien dat hun kinderen... toch wel een soort van kantje boord waren, zeg maar. Ik heb dat niet, alleen toch doet het altijd wel pijn of zo als je dan een speciale herinnering hebt. Dus net als nu bijvoorbeeld precies 2 jaar geleden, dan merk ik wel dat het me toch weer best wel wat doet. En dat ik die geur weer een soort van naar boven krijg en die piepjes en die gevoelens die je dan ergens niet hebt. En ook weer wel. Het is heel, heel raar. Lastig om uit te leggen. Maar ik krijg tot op de dag van vandaag nog steeds echt wekelijks privéberichtjes van moeders. En dan vooral van tweelingmoeders. Waarbij die dan in het ziekenhuis liggen. Of die dan te maken hebben gehad met een vroeggeboorte. Dus ik dacht, ik ga het niet voor mezelf houden. Ik ga het wel gewoon delen. Omdat ik weet dat je daar heel veel steun aan kan hebben. Dus dat. Oh, ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. We hebben lekker weekend. De zon schijnt in mijn ogen. En we zijn onderweg naar ons nieuwe huis. Hadden we helemaal niet ingemeten, die bank en zo. Nee. Ah, shit. Maakt ook niet uit. Maar goed, dus wij zijn onderweg naar ons nieuwe huis. Want ze komen deze ochtend de boven- en onderverdieping opmeten voor de nieuwe vloer. En ze komen de keuken inmeten. Dus, helemaal leuk. Ed die gaat een paar uurtjes en mijn moeder die is heel even bij ons om op te passen. Dus ik ga alleen even voor de vorm mee. Gewoon even lekker kijken, even weer er zijn. En ik merk wel dat het gewoon heel leuk is om gewoon...
af en toe alvast daar te zijn om een beetje die feeling zeg maar te krijgen. Dus wij gaan kijken. Ik hoop eigenlijk ook dat er al wat meubeltjes weg zijn van de bewoners, zodat ik jullie iets meer kan laten zien. Daar zijn we weer. De vloeren zijn net opgemeten en we zijn nu in de badkamer. Dus ik dacht, die kan ik jullie wel even laten zien. Of heb ik dat de vorige keer al gedaan? Ik weet het niet meer. Maar ik ga het toch even laten zien. Want ik vind het voor mezelf ook wel leuk om te hebben voor straks, zeg maar. Dat ik uiteindelijk een before en after heb. Dus dat is wel leuk. Komt het. Je hebt hier, dan heb je onze slaapkamer. Hier helemaal. En dan is dit dus buiten. En dan loop je vanuit hier, loop je de badkamer in. En dan ziet het er nu dus zo uit. Kijk. En dan komt hier zo meteen helemaal de douche. Bad gaan we sowieso niet meer doen, dus dat gaat helemaal weg. Hier komt helemaal de douche. Hier blijft gewoon het wc. Hier zit dan nog een deur, die blijft uiteraard ook gewoon, want dat is de deur, kijk, naar de hal, de overloop. En hier komt dan een badkamermeubel echt van daar tot daar, met een hele grote spiegel. Ja, en dan hier allemaal tegeltjes. Hier bij de wc gaan we dat roze wat je in het begin van deze weekvlog hebt gezien, gaan we dan doen. En hier komen dan twee van die zwarte cabines, zeg maar. Met daar een douche en daar een douche. En dan zo een bankje aan de onderkant waar je op kan zitten. Echt helemaal leuk. En hier heb je dan raampjes. Dan moet ik nog even kijken wat we daarmee gaan doen. Kijk, dit zijn dan de raampjes. En dan kijk je zeg maar zo uit op de tuin. Maar dat is iemand in de tuin. ja, dat is. Ik kan het gewoon bijna niet geloven of zo. Ik weet niet. Het is toch niet normaal gewoon. Dat wij hier gewoon gaan wonen. Ja, echt bizar gewoon. Leuk hè? Ja, heel leuk. Het voelt heel fijn om heel even met jou samen alleen hier te zijn. Nog maar één maandje en dan krijgen we de sleutel. Leuk hè? Ja. Leuk, we hebben hier de slaapkamer van de meiden. We hebben hier de slaapkamer van Ramos. En dan zeg maar is daar die van ons. En daar is de badkamer. En dan daar kom je bij het volgende stuk. En dit is dan de slaapkamer dus van Ramos. Alleen dan ben ik even nog helemaal in twijfel wat we hier gaan doen. Want ik vind dit zeg maar, ja dat is gewoon niet meer, dat is niet echt voor kinderen zeg maar, snap je? Dus dit wil ik er eigenlijk helemaal uit hebben. Maar ja, gaan we dan wel iets van een badmeubeltje hier doen of zo voor hem? Omdat toch die aansluiting er zit. Of gaan we dit gewoon helemaal eruit halen en ja, laten we dit gewoon. Ik weet niet goed wat we daarmee moeten gaan doen. Dus dat moet ik nog gaan bedenken. Ja. En dit wordt hier allemaal PVC visgraat. Hier op de hele bovenverdieping. En dat vind ik ook zo leuk, weet je, dat er van die... Ja, stukjes in zitten. Daar kan je dan gewoon zitten of zo. Of een kussentje neerleggen. Dat vind ik gewoon leuk. En dit wordt dan allemaal gewoon wit geschilderd. Hier dan ook allemaal gewoon PVC visgraat. Hier de slaapkamer van de meiden. Ja, hetzelfde verhaal. Kijk je ook hier lekker naar buiten. Allemaal van die raampjes met van die vierkanten erin. Hier een raam. Hier een raam. En ook dit zo, ja. Oh, ik ben helemaal blij mee. Kijk eens hoe chill dit is. Ik ben weer thuis. En wij gaan zo meteen gaan wij... Ed is trouwens nog even in het huis. In het nieuwe huis. En wij gaan zo meteen gaan we naar de ouders van Ed. Dus ik ga de spulletjes inpakken om daar naartoe te gaan. Deze twee dagen. Maar ik dacht, ik ga dus eerst... De meiden liggen op bed. Ramos die is de afgelopen week echt alleen maar of naar school of aan het buiten spelen. Dus die zei, mag ik iPad kijken? Ik dacht, oh ja, prima. Ga jij maar even lekker iPad kijken. Dan ga ik hier eventjes op mijn gemakje zitten op bed. Met een tijdschrift die ik had gekregen van Lynn een tijdje geleden. En een koffietje. Interieur tijdschrift. Dan ga ik even lekker 10 minuten chillen voordat ik mijn spullen ga inpakken. En dan straks lekker gezellig in de auto. Ik vind dat dus best wel leuk. Gewoon 2 uurtjes lekker rijden. Ed die rijdt dan. Lunchtijd. Zal ik even lekker laten zien wat we allemaal hebben? We hebben salades. Deze gaan we een keer uitproberen. Vegan curry salade. Dit is een groentegoedje kikkererwt naturel. Of het dus lekker is, weet ik niet. Want we hebben het dus nog nooit op. En deze, een verse hummus Mexicano.
en een kaarsje.